Met deze overwinning in 5 games brengt Anna Gagorita de stand op 1-0 voor de ploeg uit Den Helder. Hoppa! Met een overwinning in 3 games, 11-5, 11-5 en 11-9 komt Dozy Den Helder op een 2-0 voorsprong. Thank you.
met 3-1 wint Rianne van Duin haar wedstrijd tegen Brenda Vonk. En dat betekent automatisch het landskampioenschap voor Dozy Den Helder Noordkop. Graag een applaus voor Carla Nouwen. En ook een medaille en bloemen voor Alice Barendrecht. En Tali Cohen. Dapper gestreden, maar toch het onderspit moeten delven tegen Rianne van Duin. Brenda Vonk. En waar is een team zonder Koos? Applaus voor Kees Moers. Nummer 2 van Nederland in de Eredivisie 2014-2015, SKF. Zij wist het laatste punt binnen te halen in deze wedstrijd. Geef haar een overdrovend applaus, Rianne van Duin. Ik heb nog een reserve, Jan. Niet gespeeld, maar toch haar bijdrage levert dit seizoen Melanie Bierdrager. Graag ook een applaus voor de kopvrouwen van Dozy Den Helder. Altijd stabiel, Anna Gogorita. En verantwoordelijk voor de tweede overwinning van vandaag, Yun Zhang. En als laatste de coach die het maar toch weer mooi gedaan heeft. Een applaus voor Theo Wijker. Sure!
na spektakelstuk weet Jan Ming een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 11-7, 11-7, 9-11 en 11-9 is Benedek Ola de betere van Marty Katsenov. En brengt hij Enjoy Deploy Zoetermeer op een 2-0 voorsprong. Thank you.
Landskampioen 2014-2015. Enjoy Deploy Taverso Zoetermeer. Vooral nog even zitten, want we gaan direct over naar de prijsuitreiking. De kopman van FET, Barry Weijers. Barry zal vanaf volgend seizoen te zien zijn bij DTK. Wij wensen hem daar natuurlijk alle succes en plezier toe. En ook medaille en bloemen voor Mitchell Alsensgeest. Hij keek even de andere kant op, maar is toch ook aan de beurt. Graag een applaus voor Martin Katsjanov. En als laatste uit het rijtje, ook volgend jaar te bewonderen bij DTK, Patrick Oei. Enjoy the glory, Taver, zo zoeken we weer. De medaille en bloemen voor Rijko Gommers. Rijko zal volgend jaar in de Belgische competitie te zien zijn. Alhoewel vandaag niet gespeeld, toch een medaille en bloemen voor de 14-jarige Roel Bogie. En vandaag kopman van dit team, Yang Ming. En de man die het tweede punt binnenhaalde voor de formatie uit Zoetermeer, Benen de Cola. En uiteraard kan het team nooit zonder coach Martin Brinkhoff. En een zeker net zo belangrijke rol is weggelegd voor teammanager Ruud van Graafeiland. Ruud, ook bloemen voor jou. Dan missen we nog één ding. En dat is de trofee. De trofee voor de landskampioen 2014-2015 hier in Hilversum behaald. Geef ze nog voor een laatste keer een applaus. Enjoy en Deploy Zoetermeer.